Ik ben vandaag op de Beverwijkse Bazaar. Ik ga vandaag buitenlanders registreren op etniciteit. Een van de standpunten van Wilders is dat alle buitenlanders gebrandmerkt moeten worden. Ideale plek om dat te doen, dat is natuurlijk hier. En ik ga Wilders een handje helpen. Geert Wilders die wil buitenlanders op etniciteit gaan registreren. En wij willen stickers uitdelen. Willen we eigenlijk een handje gaan helpen? Zou ik voor jou een Marokkaanse sticker op je jas mogen plakken? Plak ik hem voor. Kijk. Nu wel een pure Marokkaan. Nee. Wat? Uw ras. Ik heb geen idee. Blank? Duits. Du bist Duits? Ja. Wat voor ras ik ben? Ja. Een Fries. U bent een Fries? Ja. Dus? Nee, ik ben vol Marokkaans, maar als mensen vragen aan mij wat je bent, zeg ik ik ben Albanees. Ja, zie me aan voor Turk, maar ik vind het niet fijn om te zeggen dat ik een Marokkaan ben. Een blanke Nederlander. Maar ik zie wel een baard. Ik ben een Nederlandse moslim. Maar hoe registreert Wilders jou dan? Ik zou het echt niet weten, maar hij wil echt etnische registratie, dus ik denk dat, ik weet het niet. Jouw DNA is nog gewoon schoon. Wat ben ik nou geworden ineens, jongens? Rasblank. Rasblank. Alhamdulillah. Geert Wilders, wat is die? Ja, Hollander, ja. Mijn ras is een Nederlands cultuur. Je ras is een Nederlands cultuur? Ik ben geen dwerggeest ofzo. Jij glipt door de mazen van de wet. Slim hè. Jij bent een? Turk. Zou ik een Turkse sticker bij jou mogen plakken? Tuurlijk. Ik ben trots op wat ik ben. Ja? Ja. Maar sowieso lekker overzichtelijk. Dan zie je gelijk wat iedereen is. Ja, dat zie je toch sowieso al. Ja? Ja, tuurlijk. Zou ik jou de sticker Rasblank mogen geven? Ja hoor, ja. Mij wel. Nu zie ik het wel. Ja, als de mensen het bij jou niet weten dat je een Marokkaan bent? Ja, volgens mij over Rota. Geweldig, ik ben trots op. Jij Turk, jij sticker. Is goed, ik begrijp het. Maar bij jou twijfelde ik een klein beetje tussen een Marokkaan en een Turk. De meesten denken dat ik een Marokkaan ben, maar ik ben gewoon Turks. Nou, voor alle mensen die twijfelden. Dan is het perfect, 100% Abi. Ja, toch? Hij zou een jonger niet met hoge woorden zeggen, dan komen we er wel uit. Maar zo komen we er niet uit. Nog een keer? Oh. Jij bent een? Ik ben een. Wat ben je, Marokkaans? Marokkaans, absoluut. Okay. Ja. Zou ik bij jou een Marokkaans sticker erop mogen doen? Natuurlijk. Uw vriend is Duits, ja. Maar we hebben geen Duitse sticker, daarom wilden we hem een vraagteken geven. Oh, nou doe dat maar toch, dat vindt hij niet erg. Oké. Okay. Vanwege. Dat mag niet uit. Gert Wilders wil zo'n sticker geven. Dat gelijkt ja wie vroeger bij de Nazis auf Juden, wa? Ja. Die kriegen ook een gelben Stern vroeger. En een. Vraagteken. Kein probleem? Een vraagteken? Nee, mag niks uit. Voor die wiedergutmachung. Ja, oké. Nou, Geert Wilders, je hebt geluk. De buitenlanders hier vinden het totaal niet erg om gelabeld te worden. Marokkanen en Turken hebben er totaal geen problemen mee. Hollanders ook niet. Nee. Iedereen kan bestellen op deze website. Ben je een Nederlander, ben je een Turk, ben je Marokkaan. Bestel zo'n labeltje. En tot de volgende keer.